Er waren dit weekend wel wat wedstrijden om naar uit te kijken. Er was de topper natuurlijk tussen Mazeik en Roeselaar. Maar veel ogen waren ook gericht op dat duel om de vierde plaats natuurlijk tussen Aalst en Leuven. Uiteindelijk gewonnen door de bezoekers in een tiebreak. Dikke proficiat, coach Chris, 2-3. Is dat dan met gemengde gevoelens? Want je wint wel, maar je krijgt er maar 2 punten voor. Winnen was het allerbelangrijkste. Natuurlijk had ik veel liever met 3-1 of 3-0 gewonnen. Maar de wedstrijd lag heel dicht bij elkaar. De gemaakte punten van beide ploegen, dat was 107-107. Dus dat geeft aan hoe dicht dat Aalst en wij aan elkaar gewaagd waren. Als ik dan toch moet terugkijken op waar dat de grotere gemiste kansen lagen, die lagen eerder in de verloren wedstrijd in Gent en de wedstrijd thuis tegen Aalst, waar we ook een kans hebben om punten te pakken en zelfs om 3-2, 3-1 te winnen. Dus ik ben in de eerste plaats tevreden met het feit dat we gewonnen hebben. Maar is Leuven dan op dit moment net iets beter dan Aalst? Op basis van de wedstrijd van gisteren waren we 1 of 2 punten beter dan Aalst. En zo dicht lag het ook bij elkaar. Maar er zijn heel veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn in deze competitie. Er zijn ook geregeld wat 5-zetters. Warem tegen Menen was daar ook weer een voorbeeld van. Dus alles ligt heel dicht bij elkaar. En dan komt het neer op een aantal details, op een aantal kleine zaken die het verschil kunnen maken. En ik ben blij met het niveau dat we gehaald hebben. Was het ons beste niveau? Ik vond echt nog van niet. Maar het was goed genoeg om Aalst het vuur aan de schenen te leggen op dit moment. En het heeft ook gewoon gerendeerd. Wat waren dan de details waardoor de wedstrijd in jullie voordeel uiteindelijk is gekanteld? Het lag heel dicht bij elkaar. Kijk naar set 5. En wij hebben daar een kleine voorsprong. Aalst springt over ons heen. Waarna dat we met Robin Blondeel helemaal op het einde aan de service komen. Die 2-3 keer naar elkaar kan serveren. En die ace daar ook op het einde. Terwijl voor de rest zat het heel dicht bij elkaar. Gert van Wallen heeft ons een keer aan de opslaglijn ook 3 puntjes op rij gegeven. Waardoor dat we 2-2 gelijk kunnen komen, terwijl dat het anders misschien ook voorbij zou geweest zijn. Dus ik kan elk spelonderdeel opnoemen en daar 1 voorbeeld van uithalen dat het verschil heeft gemaakt. En dat zegt eigenlijk genoeg over die wedstrijd. Je hebt al een paar namen laten vallen. Die van Seppe Bates nog niet, want de voorbije weken hebben we wel vaker een mooie chat, een mooi gesprek gehad. Maar toen was Seppe libero. Ik vind dat Seppe ook heel veel potentieel heeft als libero. Hij is een heel goede receptiespeler. En we hadden Seppe even nodig voor de stabiliteit en de rust in onze receptielijn. Daarom dat we voor nieuwjaar 2 wedstrijden met hem op de libero hebben gespeeld. En heeft hij ook heel goed gedaan. Heeft rust gebracht, heeft organisatie gebracht in die receptielijn. En dat liep heel oké. Maar ik vond het niveau dat Seppe Bates heeft gehaald dit seizoen ook aanvallend. Dat was een grote meerwaarde. En het was zoeken naar hoe kunnen we de best mogelijke ploeg in balans op het veld brengen. En als we stabiel en georganiseerd in receptie staan, en Seppe brengt die meerwaarde als aanvaller ook, ja, dan heb ik liever dat we met Seppe op de hoek spelen. Thomas Hofmans, die in heel zware concurrentie zit met Berre Peters, Simon Peters en met Seppe, is ook een heel goede speler. Dus die heeft een beetje pech dat die concurrentie zo zwaar is. En ik vind dat hij de afgelopen 2 jaar, sinds dat hij bij ons speelt, dat hij een grote stappen heeft gezet in receptie. En daarom leek het mij een heel goed alternatief om met Thomas Hofmans in combinatie met Kevin Bossé op de libero te spelen, zodat we nog altijd kunnen kiezen Berre Peters, Simon Peters of Seppe Bates op de hoek. Luxe situatie voor de coach. Luxe situatie betekent ook moeilijk om te kiezen week na week. Dus dat is het dubbele daaraan. Maar ik denk dat het beter is om een luxe situatie te hebben dan gedwongen worden om keuzes te maken. Was hij ook, Seppe, dan terecht de man van de wedstrijd, star of the game? Ik denk dat Seppe ook het meeste aantal punten gemaakt heeft in die hele wedstrijd. Hij was receptioneel heel stabiel, sowieso verdedigend. En qua pasovername in het achterveld is hij ook goed. En hij was aanvallend heel sterk, dus in mijn ogen was dat terecht, ja. In het klassement blijven jullie natuurlijk wel 1 puntje achter Aalst voor die belangrijke 4e plaats. Je hebt nog 2 thuiswedstrijden. Kan het nog? We moeten kijken naar hetgeen wat wij controleren. En we hebben eigenlijk een eerste finale gespeeld. Dat was afgelopen zaterdag tegen Aalst. Die hebben we tot een relatief goed einde gebracht. Geen 3-1, maar wel 3-2 gewonnen. En we naderen dus tot op dat ene punt van Aalst. Nu, zaterdag is het de volgende finale tegen Warem. En we moeten daar 3-0 of 3-1 winnen. Er is geen alternatief. We moeten absoluut die 3 punten halen als we in de running willen blijven voor die 4e plek. En dan moeten we kijken wat de situatie is voor de allerlaatste
wedstrijd, en dat is tegen Mazeik, dat gaan ander paar mouwen worden, dat weten we. En ik hoop gewoon dat we een derde finale gaan spelen. Dus dat we drie finales op rij hebben, Aalst, Warem, Mazeik. En dat stukje hebben wij in eigen handen. De resultaten van Aalst, die hebben wij niet in handen. Het is alleszins een heel spannend slot in de hoogste klasse van het volleybal. Bedankt, Chris Eijkmans.